Ja, maar het is goed dat je het zegt. Oké. Okay. 42,05. Dat is A2257,2. Belgisch kenteken. Kentekenplaten zouden gestolen zijn. Kijk wat hij doet, kijk of hij hem terug moet. Ja. Ja. Voertuig gaat er vandoor. Kunnen jullie alvast de Belgen in kennis gaan stellen? En de regio gaan koppelen? Ja, zeker als de schaart over. Nou, snelheid. Nu nog rustig, 50-60 km per uur. Koppelen met de regio graag en de Belgen kennis stellen. We gaan terug richting België. Ja, is het begrepen hoor. 42,05, dus nou, dat is 65, zei ik, correct over. Ja, inmiddels niet meer. Inmiddels 150 ongeveer. We rijden in de richting van Luik. In de richting van Luik. 42,05, je gaat bellen met de regio en mijn collega naast mij belt. Ja, nogmaals, het type Peugeot, rood van kleur, type of 208. 208. Ja, het is een 208, Peugeot 208, bordeaux rood van kleur. Ja, en gezien het feit uiteraard de gestolen kentekenplaten, de platen die niet bij de auto horen. Verzoek om toestemming om de grens over te gaan. Ja, we gaan het uitleggen hier. Voor de 2205, die nog een teken kunnen geven wat het aanstaat of zo. Nee, we hebben alles aanstaan. Optische geluidssignalen, stopteken, alles staan aan. Ja. Passeren nu de landsgrens met België. In de richting van Liège, Luik. Ja, richting van Luik is begrepen nog uit. De eerste afrit is zo meteen Oepije, Vizé. En we gaan nog altijd rechtdoor, snelheid ongeveer 170 km per uur. Ja, gaan we gelijk bellen, moment over. We zijn nu aan het overweg, doorgaan. Ja, we zitten er zeker achter. Oh, 1000 meter herstal. Hoi. Herstal, 1000 meter herstal. Er is toestemming vanuit België. Oké, super. Nou, wij blijven er op het gemakje achter. 1000 meter herstal. De A25. De schakel met schermen. Even kijken of dat. En dan zien we parallel de N653 lopen. Die gaat over in de N642. Maar we zitten nog altijd gewoon op de A25. Ja. Even kijken waar we zo meteen uitkomen. Een momentje. Afrit 6 zijn we al voorbij. Afrit 6 zijn we voorbij. Kijk, een momentje. Nee, we zitten nog altijd gewoon op de A25. Ja, dus we gaan geen N-wegen of iets dergelijks. We zitten in ieder geval in wegwerkzaamheden nu. Ja, dan moet er toch iets van lokale politie zijn, of niet dan? Maar 100.
lijkt binnen de bebouwde kom hier. Ja. Zeker, zeker. Water in, water in. Rij naar de andere kant, rij naar de andere kant. Kom uit het water, jong, voordat je verzuipt. Vriend, kom alsjeblieft uit het water. Dit is helemaal nergens voor nodig, jong. Non, non. Je vais aller. C'est mon chef. Wait. Ouais, tranquille. Sorry, chef. Oké. Okay. Kom. Ja. Oh. Kom. Oké. Okay. Monsieur, vous arrêtez. Ja. Oké, okay, vous arrêtez. Zo. Sit down. Spreekt u een beetje Nederlands? Een beetje, ja. Een beetje. Deze meneer reed in een gestolen auto. Heeft hij pepperspray in zijn gezicht gekregen. En toen is hij het water in gedoken. Oké. En toen is hij deze kant op gezwommen. Oké. Dat is het. Dus misschien kunnen jullie hem even nakijken of alles in orde is, maar... Welkom in Luik, hè? Ja, dank je. De auto zelf is ook gestolen. Ah, oké. Okay. Dus en gestolen kentekenplaten en gestolen auto.